Oké, we gaan beginnen met de eerste kwalificatierit voor de klasse nieuwelingen op weg naar een kwartfinale. Gaan we kijken naar Mark Link. En dan gaan we kijken naar die man in het groen. En dat is voor de wiekeros Groupy Rider. Voor de Rudy van Hassel op plaatsje nummer 2. En dan gaan we Tisson van Vaarwerk. Hij zit daar prima bij op plaats nummer 3. En de vierde man is met nummer 17. En dan gaan we kijken naar Rima Racing Factory Team. Daryl Hammer. Hij zit hier op die eerste positie. En wie kan erbij blijven? Hij zit daar op plaats nummer 2. En die wordt gevolgd door Pepper. Door die man op de wiels. En dat is Michael van Dam die daar aan de binnenkant toch bij wil komen. Maar het is nog steeds Daryl Hammer. Hij gaat hier toch de tweede plaats pakken. Achter Randy Wilhelms. Een eerste kwalificatierondje. En we zien het, dat Peter Berends prima doet. Zoals hij net op de cruiser ook flink los was gekomen. Gaan we hier ook die overwinning pakken in deze eerste kwalificatierit. Voor Dennis van den Broek en Rens Homo. Dave van den Burg, hij is los van de FC Ros. Geweld op plaats nummer 1. 113 Jeffrey Koenderik op plaats nummer 2. Gevolgd door Friso van S. Hij zit doorkomend op plaats nummer 3. En dan gaan we kijken naar de KOC Kampen. En dat moet er zijn Dirk Smit. Hij zet hier die belangrijke vierde plaats op. Dan gaan we kijken naar de volgende rit en dan zien we Giel Klaassen, Melvin Schonewille, Danny Ten Boske, Rick Doornbos, Mike van der Boom en Pim de Jong. En het is Giel Klaassen die hier van voor zit, Talent BMX Rider, gevolgd door een GMP rijder. En dan gaan we kijken naar die man op plaats nummer 3 voor de TVO. En dat moet dan zijn Melvin Schonewille. Hij zit daar op plaats nummer 3 achter Pim de Jong. En dan gaan we kijken naar die vierde man. En dat is Rens van Heidel. Hij is los, hij pakt hier de eerste positie. Het is Bas Vanken die daar in de achtergrond zit achter de Nick Schippers die op plaats nummer 2 is gepivakeerd. En dan gaan we kijken naar de vierde plaats. Wie gaat hier de vierde plaats pakken? Is het Van der Stijn of is het toch? En zoals gezegd hoorden we daar een valpartijtje komen. We kijken steeds naar de nieuwelingen, naar Jasper Peters, Kasper Rijsburg en Jordi Schippers. Het is Perry van Wijk die daar in de eerste bocht en ten val is gekomen. Maar vooraan is het Jasper Peters, TV Sports, die de overwinning pakt. Oké, we hebben de groene vlag situatie. Dat wil zeggen dat we kunnen gaan starten met de volgende rit. En dat is rit nummer 80. Nieuwelingen on the track met Donny van Los. Op die baan in Schijndel. En heeft meteen een flinke voorsprong te pakken op die man op plaats nummer 2. En de Factory Team. Dan gaan we kijken naar die man op plaats nummer 3. En dat is Mark Vos. Mark Vos en die heeft het uit de stok natuurlijk. Kie van der Linden, Anne Mokking, Debbie van Groningen, Soraya van Hees en Femke Dijk. En dan gaan we kijken. Dat is van Hees hier van voren. Soraya dit keer. De zus van hier op plaats nummer 1. En dan gaan we kijken naar die dame op plaats nummer 2. En dat is Wijk. En zij weet ook prima de trappers rond te krijgen hier op de baas. Op de baan gevolgd door Debbie van Groningen op plaats nummer 3. Madoninger, Marissa Farmbach, Valerie Meinders en Tessa Geer weer blok 1 af kunnen merken op de cruiserbuik. Ook hier zit zij voor op plaats nummer 1, gevolgd door Tessa Geerli. Zij zit daar prima op plaats nummer 2, gevolgd door Femke Gerrits. Zij zit daar nog voor. Jenny Vissers. En die laatstgenoemde komt hier als eerste doorbij aan die commentaarpositie. En heeft een kleine voorsprong te pakken op TVE. Melissa de Klein. Zij zit op plaats nummer 2. En dan gaan we kijken op weg naar de finish. Wie daar mee gaat. En die vierde dame is met 31. Judy Bouw. En hij zit hier van voren. En het gaat hard. Het gaat steeds faster. Met op plaats nummer 2 is het Jochem Mulman. JP Mulman op plaats nummer 2. En dan gaan we kijken naar Matthijs Blok. De vierde man. En die vierde man is met plaats nummer 23. Is het Jeffrey Highlander Hoogland. De derde tijd dat in de tijd. Terwijl zit hier nu op plaats nummer 2 in deze eerste kwalificatie. Dan gaan we kijken naar een binnendoorkomend op plaats nummer 3. Robert Zijl. Hij pakt daarmee die tweede plaats. En die vierde man hier in deze eerste kwalificatieronde. Tessa Makers. Van de Biezen voor het Dream Team op plaats nummer 2. Gaan we kijken naar Tessa Maken op plaatsje in de Halle. Jawel hoor, Angelo Rijders. Hij zit erbij voor het Heldos Factory. Hij gaat goed hier vandaag in Schijndel. Mike Uit in de tuintrail bij de Junior Man. Hij heeft hier al een flink gat geslagen op zijn concurrentie. Michel Boven, die bezet de tweede positie. Dan gaan we kijken naar Tion Planting op plaats nummer 3. En wie zit dan daar op plaats nummer 4? Is het met nummer 27? Wel hoor, Leon Bouw.
geplaatst, nummer 2 in deze eerste kwalificatieronde. En wie kan erbij blijven? Wie kan erbij? Nummer 30. Wel, nummer 30 is het Tom van Gent TV Esports. En die heeft ook al een flinke voorsprong te pakken op de man. Hij plaatst nummer 2. En we kijken naar de nummer 14 van Koen Smulders. Koen Smulders zit erbij ook. En de Stouden, die plaatst nummer 4 op weg naar de kwartfinale. In een rit die gewonnen wordt door Tom van Gent. En dan gaat het even flink onderuit. En dan weet een enkele rijders toch hier de hele de te maken. Maar daar intussen is het dit keer Ellen Jacobs die de... More Elite Woman, de tweede groep met Maartje Herijgers, Merle van Bentum, Amai van den Bos, Maartje Herijgers, zij zit hier van voren. Hij kwam daar als eerste van die kantine naar beneden voor 3. En ook Sheryl van der Kolk zit daar prima bij op een vierde plaats. Op weg naar Niels Verheij, Jasper Verkouw, Kevin van der Linden, Mout Verstegen, Martijn Jaspers. En de volgende kant op de eerste positie, gevolgd door teamgenoot natuurlijk van der Wildenberg op plaats nummer 2. Die deed het prima, de laatste in de plaats wist te pakken. Dan gaan we kijken naar die man op plaats nummer 3. Dat is Jaspers.